Ik ben Niels Blom, 35 jaar, kom uit Zaltbommel. Heb 14 jaar lang hier in het eerste elftal gespeeld. De hoogtijdagen meegemaakt van de hoofdklasse. Ben getrouwd, 2 kindjes, waarvan mijn zoontje voetbalt hier ook bij Nieuwe Sparta. Ben projectleider van beroep bij MB Afbouwmontage, onze hoofdsponsor van de jeugd. Dus ja, de bandjes zijn erg nauw verweven met Nieuwe Sparta. Ben tegenwoordig trainer van tweede elftal van Nieuwe Sparta en tevens hoofd jeugdopleidingen sinds dit seizoen. Wat zijn je werkzaamheden als hoofd jeugdopleiding? Nou, dat is het opleiden vanuit de jongste jeugd naar de oudste jeugd. De trainers begeleiden, trainers selecteren, trainers aanstellen. Spelers beoordelen, spelers selecteren voor het jaar erop. Ja, gewoon eigenlijk zorgen dat de jeugdopleiding van A tot Z geregeld is. Hoe staat het er op dit moment voor met de jeugd bij Nieuwe Sparta? Ja, we hebben tegen de 700 jeugdleden. Een zeer talentvolle bijvoorbeeld onder 11, zeer talentvol onder 13, hele talentvol onder 19. Een hele talentvol onder 9 waar diverse BVO's in onze spelers trekken. Ja, ik denk dat wij er als Nieuwe Sparta zijn heel goed op staan met de jeugd. Hoeveel jeugdspelers lopen nu stage bij een betaald voetbalorganisatie, een BVO? Stage lopen er op het moment een 5 à 6 spelers. Daarnaast zijn er denk ik nog 10 tot 15 spelers die de jeugdopleiding bij Nieuwe Sparta hebben genoten, die nou ook vast bij een BVO spelen. Waaruit bestaat de samenwerking met FC Den Bosch? FC Den Bosch heeft ons benaderd om met hun te gaan samenwerken. Wat wil Den Bosch specifiek van ons? Nou, die willen graag als er een betaald voetbalclub komt, om te zeggen van ik wil Pietje of Klaasje. Dat wij Den Bosch daar een seintje van geven, luister, hun willen graag Pietje of Klaasje hebben. Dan geven wij ze een seintje van wat ze ermee doen, moeten ze zelf weten. Ze kunnen hem zelf dan gaan bekijken. Wat wij ervoor terugkrijgen is een hoop kennis. Het is toch een BVO, dus een professionele organisatie. Wij kunnen trainers daar stallen die daar stage lopen. Wij kunnen trainers van hun uitlenen om bij ons trainingen te komen geven, om met de clinics mee te doen. Dus ik denk dat we een hele vruchtbare samenwerking daarmee hebben. Absoluut. Zijn er al veel spelers richting het eerste elftal, jeugdspelers met name? Ja, op het moment gaat dat erg goed. We hebben natuurlijk een hele talentvolle JO19. Daarvan hebben we al een paar goede talenten. Boris Pijlman, Merlijn Baks, die nou ook vandaag in het eerste speelt in de basis. Daar hebben Rowan, Johan, we hebben allemaal goede jongens lopen die echt al aan de deur kloppen bij één. Dus hartstikke mooi om te zien. Wat wil je verder nog kwijt, Niels? Nou, dat ik hoop ook dat de jeugdspelers zich eigenlijk zo blijven ontwikkelen. Tot we binnen nu een aantal jaar echt een niveau Sparta 1 hebben. Waar echt gewoon heel veel jongens uit de eigen jeugd in spelen. En ik denk dat dat ook echt gaat gebeuren. Bedankt en veel succes. Dankjewel.